ook dingen ingepakt die jullie de hele vakantie niet hebben aangeraakt? De helft gewoon. Mijn tas past ook niet meer dicht. Nee, we moesten met z'n tweeën erop gaan zitten om hem dicht te krijgen. Ja, ik ben bang dat hij nu is uitgescheurd. Nee, we mochten 20 kilo. Ik had 17,1. Dus ik zat een mooie... Ik had 17,2. Dus en... je hebt alleen zwembroeken mee, hè? Zwembroeken en een paar t-shirtjes. Wat is nou iets dat je volgende keer gewoon echt niet meeneemt? Nee, dat zou ik niet kunnen zeggen, want het gaat gewoon met hetzelfde, denk ik. Minder schoenen. We waren er vier voor ons, dus hadden alle vier hadden ze 1,5 tot 2 kilo te veel. Wat hebben de dames dan bij zich? Krultang. Krultang. En 500 shirtjes die ze toch niet aandoen, denk ik. Ik had 10 korte broeken mee, waar ik er maar 5, nou niet eens, 4 van gedragen heb. Moesten de spullen van jou weer bij hem in de koffer? Nee, alleen 1 toilettasje. Ja, maar die was wel het zwaarste. Wat is jouw top inpaktip? Nou, ik doe het iedere keer weer verkeerd, dus ik stop er altijd nog meer in. Spreek met 1 iemand af om tandpasta mee te nemen of zo, want ja, hoezo zou je voor 10 dagen met z'n 3 verschillende tandpasta's meenemen? Nou, mijn man die zegt altijd, wat je niet bij hebt kun je altijd nog kopen, dus alleen daar luister ik niet naar, helaas.